Goedemorgen, welkom bij deze eerste Haren aan tafel. En na vier keer Oosterwijk aan tafel kregen we de vraag van, kan dat ook in Haren? Dus vandaag de eerste Haren aan tafel. En daar zijn wij in overleg gegaan met de mensen die hier aan tafel organiseren. We hebben gesproken met mensen van het Heem, mensen van Cultuur de Twern. En zo zijn we bedacht om samen Haren aan tafel op te zetten, vorm te geven, uitnodigingen te maken. En dit is het resultaat. Vandaag hebben we lekkere broodjes, zoetwaren, vleeswaren. We hebben soep, kroketten, toetje. En voor jullie gaan krijgen jullie allemaal een goodiebag mee. Mocht iemand in zijn vingers snijden, achter in de hoek. Mensen van de EHBO het Haren, graag een applausje, want die mensen die offeren hun vrije tijd ook op. We hebben Bartelo, die zorgt voor de muzikale omlijsting. Die is ook wel bekend bij jullie, denk ik. Ja. Zonder vrijwilligers houdt alles op. Dus we zijn heel blij met onze vrijwilligers. En dan wens ik jullie een hele gezellige middag toe. Somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her heart I'll go sailing. It's far. Ja, hoe krijg je de Harense mensen stil, hè? Dan moeten ze eten geven. Hier, hebben jullie lekker gegeten? Ja. Maak een applaus voor Bartelo. Wat jammer, hè, dat de weergoden niet meewerkten. Ja, nou zitten we hier in de sporthal, dat is een prachtig alternatief. Ik moet zeggen, ik kom er zelf niet zo vaak, maar dat kunnen we wel zien, denk ik. We zijn hier bij elkaar onder het mom van Haren aan tafel. Een mooi initiatief dat in de gemeente Oosterwijk Almere heeft plaatsgevonden. Maar nog niet in Haren, tenminste niet op deze manier. Ik wil graag Karin en Erik Rentmeester hier naar voren. En ontvang ze even met een geweldig applaus. Hè. Ik zeg eventjes, want wij worden netjes in beeld gebracht hier. Hè. En die zien we trouwens, dat is ook respect, Lovo. Lovo, ja zeker. Jullie zijn er altijd. Hè. Bij elk evenement wat we in Haren zien, zijn jullie. En daar hebben wij heel veel respect voor. Nou, applaus voor Lovo, waarom eigenlijk ook niet? Ja. Fijn dat jullie naar voren wilden komen. Spannend, hè? Vind je spannend? Zullen we de tafel een beetje naar voren doen? Zeg het maar. Ja, zullen we dat doen? Zo. Maken we Lovo even zenuwachtig? Zo. Zeg, ik heb hier een paar vragen voor jullie. En daar zijn jullie toch nieuwsgierig naar, hè? Ja, zie je wel. Gaat eens nee moeten zeggen. Zeg, ik heb hier een vraag aan jullie. Ik heb jullie folder gelezen en kom een aantal namen van organisaties tegen die zijn gaan samenwerken en in 2019 gekomen zijn tot de oprichting van Sociaal Huis Oosterwijk. Ik denk dan aan mentorhulp. Ja, oh, dat mag hoor. Ja, dat mag zeker. Ja, dat mag zeker. Ja. Hey, jullie hebben de regie, hè? Gewoon doen. En mentorhulp en dementiecoöperatie Oosterwijk, toch? En de kernbegrippen van deze organisatie zijn zelfredzaamheid, sociaal ondernemerschap, samenwerking en verbinding. Zal ik het woord nemen? Sociaal Huis Oosterwijk is opgericht 1 april, dat is geen grapje,
2019. Samenwerking van inderdaad Mentorop en de Dementiecorporatie Oosterwijk. Maar ook in samenwerking met heel veel ondernemers, sociale ondernemers. Wij zijn allerlei activiteiten gaan organiseren om mensen bij elkaar te brengen. Niet thuis zitten, mee kunnen doen. Het gevoel dat je ook nog iets kunt betekenen voor anderen. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. En dat is dus niet alleen binnen het dorp Oosterwijk. Maar ook voor Moergestel en voor Haren en voor Heukelom. We werken gemeentebreed. Dankjewel Erik. Dankjewel. Ja, dat mag zeker. Dat mag zeker. Een prachtig initiatief. Hoe komen jullie aan al die spullen die in ons oude gemeentehuis, waar jullie onderdak hebben, worden verzameld? En hoe worden die gedistribueerd? Ja, we zitten in het oude gemeentehuis. Daar zitten we met de kindercadeautjesbank. Dus kinderen die thuis niet zomaar een cadeautje krijgen met hun verjaardag, die kunnen bij ons een pakket opkomen halen met ingepakte nieuwe cadeautjes, een slagroomtaart. En daarnaast hebben we de kledingbank. De kledingbank, we doen oproepjes via Facebook in de nieuwsklok en we krijgen echt heel veel kleding. Inmiddels doen we ook niet alleen kinderkleding, maar ook volwassen kleding. We hebben ook behoefte aan nu winterkleding, maar ook bijvoorbeeld regenlaarzen, regenjassen, dat soort dingen. Daarnaast hebben we hulpmiddelen. Tegenwoordig krijgen de mensen via de WMO niet zomaar of helemaal niet een rollator. Dus we hebben ook rollators voor de mensen. Kom je een rolstoel tekort voor een tijdje, die hebben we ook. Daarnaast krukken, douchekrukken, wandelstokken, nou van alles, als we het op voorraad hebben. Maar we krijgen best veel aangeleverd vanuit verzorgingshuizen of mensen die helaas dan overleden zijn, maar wel willen doneren. Dus wij krijgen dan hun spullen en die mogen wij dan aan een ander geven. Ja, dat is het wel. Dankjewel, dankjewel. Gaan we in de toekomst nog meer van dit soort activiteiten zien van Stichting Sociaal Huis Oosterwijk? Ja, we wouden er eigenlijk mee stoppen, maar ja, dat gaat niet meer, hè. Dus nee, wij gaan nog even lekker door. Dus hou het nieuwsklokje sowieso in de gaten. We zijn nu geld aan het ophalen voor het volgende jaar. Inmiddels hebben we ook een QR-code, dus die staat ook elke keer nu in de nieuwsklok. Dat kan een kleine donatie zijn van 50 cent tot wat je maar wil. Dat mag, dat is aan ieder, naar eigen draagkracht. En als wij middelen hebben, kunnen wij door om iets voor een ander te kunnen betekenen. Het is willen delen om te kunnen vermenigvuldigen, zeggen wij altijd. Dankjewel. Dankjewel. Hoe zijn jullie nu herkenbaar? Want ik heb ergens iets over opkikker gehoord, maar ik kan niet helemaal plaatsen. Kunnen jullie er iets over zeggen? Dat kan ik wel vertellen. Opkikker is onze mascotte. Nou, wij zijn bijeengekomen met de mensen van de horeca. Zij hadden hun vriezers vol, ze hadden hun koelkasten vol. En we zijn op het idee gekomen om die voorraden op te koken, maaltijden van te maken, soepen van te maken. En toen hadden wij eigenlijk een soort van opkikkertje om bij de mensen aan de deur te komen. En in die eerste coronagolf van 3 maanden hebben wij ruim 10.000 maaltijden aan de deur gebracht. In totaal 4.000 contactmomenten aan de deur. In 3 maanden? In 3 maanden, ja. Nou, is dat een mooi verhaal of niet? Ja, 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 ja. Even over die mascotte, Erik. Die mascotte, hè? Want een mascotte, een opkikker, ik neem aan dat er ook een opkikker is, hè? Zo zal het dan ook wel zijn. Hè? Die zie je dan hier ook opstaan, hè? Op die QR-code. En dan is er een plaatje. Hè? Maar zou het nou niet veel mooier zijn als dat geen plaatje zou zijn? Ja, dat was wel een wens van ons natuurlijk. Dat is hartstikke mooi als je dus een echte mascotte hebt die onder de mensen kan komen. Maar misschien helpt het als we met z'n allen eens even flink met de voeten op de grond stampen. Doe eens stampen. Stampen, ja. Wel hard, ik wil er wel horen, ja. Misschien als we met z'n allen eens flink in de handen klappen. Goed zo. En dan gaan we aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Twee, één, en er is hij! De enige echte opkikker.
We zouden het heel leuk vinden als dit het symbool zou zijn binnen de gemeente Oosterwijk. Ja, mensen weten, daar kunnen we aankloppen voor hulp. Daar zitten de lichtpuntjes. Daar kan ik een opkikkertje krijgen in moeilijke tijden. Is dit geweldig of niet? Trouwens, voor donateurs, ik mocht ook even in de camera kijken, hè. Voor donateurs, als mensen geïnteresseerd zijn geraakt door dit verhaal wat we hier nu gehoord hebben, wat gewoon een heel goed verhaal is, meld je even aan. Kijk even op de website van www.sociaalhuisoosterwijk.nl. Dankjewel.